Welkom! Vandaag gaat er chaos ontstaan. Excellentis, Rubies en een paar nieuwe groepen staan op springen om hun kracht te vergroten. Vorige aflevering heb je gezien hoe alle teams een start maakten aan hun thuisbasis. En vandaag gaan ze verder met hun taak om zo meer progressie te boeken. Maar hoe ze die progressie maken is aan het team zelf. Dit is de Minecraft samenleving. In de tijd dat wij even weg zijn geweest van deze wereld, zijn twee teams deze anarchie gejoined. Verwelkom de Wardens en Yetis. En om kennis te maken met deze twee powerhouse teams vol met passie, ga ik eerst langs bij de Wardens. Hebben jullie al een beetje een plan wat jullie gaan doen in het begin? Gaan jullie eerst een baas opbouwen? Gaan jullie meteen de mines in duiken? Ja, ik dacht dat we als eerste gaan we gewoon even de basics even doen. En dat we daarna gewoon gelijk een klein beestje bouwen. En dat we vanuit daar gewoon een beetje gaan minen en kijken waar we uitkomen. Ja, jullie hebben natuurlijk nu nog eventjes de rust dat jullie hier nog alleen zijn. Ja, ik zou zeggen heel veel succes met jullie baas. Ik kom nog even een beetje kijken later. Ik zou zeggen mine ze, bouw ze, doe je ding. Dankjewel. Hij zit achter je. Maar ik heb een bed. Dus bewijs vernietig of niet? Nee, kom, we gaan. Laat. Niet bij creepen. Ik wil eigenlijk niet meer op een berg wonen. Dan kan toch daar wonen, dat is lekker plat. Ja, dat is een slecht idee. Hoezo? Voor wie? Ja. Blijkbaar op een berg bouwen is niet zo makkelijk. Daar ben ik dan, bij de leider van de kobolden. Hallo. Nou, jouw team is niet echt actief nu, maar heb jij nog plannen als kobold zijnde deze aflevering? Vorige aflevering heb je natuurlijk een beetje de haat verklaard naar Excellentis. Ga je daarop voorbereiden? Ga je de binds in? Wat is het plan voor nu? Ja, van nu is het even aan de verdediging werken, want we hebben hier al wat kistjes staan. Die moeten even veilig opgeborgen worden. En als dat veilig is, misschien komt daar nog een van de teamleden online. Dan kunnen we misschien even langs een aantal Axolantis gaan en zijn bezoekje brengen. Maar van nu is het even... Kan leuk worden. Ja, bezoekje is wel leuk. Het is duidelijk. Sommige teams zijn bezig met het plannen van chaos. Of het nu handig is voor de kobolden om aan te vallen is een tweede. Maar daar zullen we pas achterkomen als het zo laat is. Skypo, ik wilde jou wat dingen vragen. In de vorige aflevering heb je natuurlijk je basis afgemaakt en heb jij... Als het ware niet, ben je een beetje de solo life, een beetje de loner life gegaan. Heb jij nog van plannen om met teams samen te werken of juist oorlog te zoeken met sommige teams? Ik ben zeker van plan om samen te werken met meerdere teams. Welke teams zijn dat? Ja, ik zit hier met iemand van Excellentis. Ik heb maten bij team Ruby in team Angel. Heb misschien nog plannen met de kobolden. En wat van het nieuwe team, zoals bijvoorbeeld de Wardens? Die zijn tot nu toe nog bevriend bij mij. Daar heb ik nog geen problemen mee. Ik ben benieuwd hoe jij het er vanaf gaat brengen. Yetis, jullie zijn als tweede nieuwe team, ook een groot team, meteen 4 spelers. Hebben jullie meteen wat plannen voor vriendschappen? Of juist, hebben jullie al vijanden op het oog? Nou, we zijn net Warden tegengekomen. Jullie zijn wat tegengekomen? Warden, het team Warden. Oh, team Warden zijn jullie tegengekomen? Ja. Maar okay. Wij komen al agressief op ons afrennen, dus we zijn toch nog maar even weggegaan. Maar misschien kunnen we hem zo gewoon nog aanvallen. Ja, we hebben eten nodig vooral, want hunger gaat snel naar beneden. Ja. Ja, dat is slim. Dus ik heb nu al iets van 20 seeds geplant, dus... De Yetis zijn lekker bezig. Ondertussen gebeurt iets wat de hele game op zijn kop gaat zetten. Yuki is tijdens een overleg met andere teams aan het stelen bij team Ruby. Nick, als je even naar mij gewoon naartoe komt. Ik ben er echt over. Ik heb het gevoel dat hier iets anders zit. Nee. Dit is nice. Dit is echt leuk. Gewoon, wie heb je spullen genomen? Ik heb geen idee. Nice. Yuki, je hebt ze juist in oorlog gestart. Weet je wie de Alliance is van Ruby? Jij. Ja. Oh, dat is leuk. De Rubies kwamen hier later achter en zijn aan het overleggen wat zij willen doen als revenge. Ik heb die man een beetje ondervraagd en volgens mij, heb jij onze anvil mee? Nee. Die man heeft hem kapot hard genakt. Yuki. Ja. Oh, nee. Hij gaat niet lang leven meer. Heeft hij onze base gebriefd? Nee, dat niet. Zover ik zie. Nee. We gaan ons 100% brieven. Oké, okay, we missen place, missen we. Onze kist ziet er heel leeg uit. Oké, hij had volgens mij diamond leggings, een diamond axe, diamond sword. En daar was het. Hij was geen leider. De what? Diamond axe, diamond sword, diamond leggings. Moet ik verder grinden of moet ik naar boven? Kom maar even naar ons beest toe. Oh, nog een excellent is. Ik kom. Drexmeister, hij heeft enchanted chestplate. Rechtdoor raken.
Dat is dus weer een fout. Niks doen, gewoon niks neerplaatsen. Oh, volgens mij waar. Waar? Ik hoor fucking veel geluid in jou. Ik ben boven een grote lava. Ik zie Warden. Jongens. Ik hoor een Warden. Ik zie hem. Ik zag hem. Hij staat naast ons. Je wordt gewantapt door een Warden in Full Iron, hè? En hij heeft ook een of andere beam. En dan die schiet hij gewoon van long range op ons. Oh, dan word je gewoon. Niet hakken, dat hoort hij, Dat heb ik niet, ik ga hierin zitten. Ja, ik zie jullie. Ik zit hier boven jullie. Ik kan letterlijk in de city vallen. Ik zie Koek. Hij staat voor ons. Hij is op ons. Waar zijn jullie? Auw! Ik word gehit. Nee. Ik ga dood. Ja, ik unkrouch. Ik ben dood. Ik unkrouch nu. Ik ben dood. Hey. Terwijl bijna alle Yetis vermoord zijn door een Warden die ze gesummoned hebben, heeft Skyper van Team Shrooms juist iets gedaan wat de hele game nog verder op zijn kop gaat zetten. Hij heeft namelijk Drax gekilled van Team Excellentis. Dat brengt Drax op 2 levens. En dit is het begin van de oorlog tussen de Shrooms en Excellentis. Ja, en daar, die kant op zie ik ook weer Deep Dark shit. Ga ook even heen lopen zometeen. Kijk wat daar aan de hand is. Ja, er zijn al een paar mensen natuurlijk gekilled door Wardens. De Warden? Ja, ik zag het, ja. De eerste kill ook net tussen 2 groepen. Tussen Shrooms en Excellentis. Ja, de Skyper, die legend. Killed gewoon even onze enemies. Ook de Warden en Yeti. Ja, maar er stond net dat die Kast 2 mensen had gekilled van Yeti. Ik bedoel, Kast gekilled van Warden. Die had allebei de Wardens gekilled. Had Kas allebei de Wardens gekillt? Ja, beide. Ja. Heeft hij aangepakt. Dat stond in Minecraft chat. Mm-hmm. Serieus? Hiermee maakt niet gezondje, ook wel Daan, iets bekend wat deze game nog insane veel meer op zijn kop gaat zetten. Naast dat Drax gekillt is heel het Warden team gekillt door 1 solo Yeti. Dat betekent dat de Wardens nu in een zwaar nadeel zijn qua levens. Zullen ze hierdoor ook meer passief gaan spelen? Of gaan de Wardens nu nog juist voor revenge? Zo, deze bergen zo? Zoals boven op zo'n berg gaan wonen? Dat kan wel. Daar komen niet zo heel snel mensen, maar we moeten echt helemaal naar de top. Dus kom aan. We zitten wel nergens in de buurt. Nee, we zijn er best wel ver van spawn, dus volgens mij weet ik niet. Denk ik? Ja. Nee, niet heel ver. Nou kijk, ik weet niet of mensen echt heel snel naar de top gaan. Oké, wacht, ik pak even dat water hier wat hier gezet. Okay? Dus Dex zal bij mij meeten. Dus we gingen naar 0-0 voor een leuke meeting. En toen werd ik geambushed. Maar gelukkig had ik een potion of regeneration, die dronk ik. Toen heb ik hem gekilled. Voordat ik mijn allies erbij kon halen, zat Yuki opeens op mijn hoofd. En nu word ik achtervolgd. Zit hier een lekker bij Vicky? Kom nou, waar ben je dan? Ja, ik zit ook te genieten van het vuur. Oh, daar is het vuur. Oh. Zullen we naar het vuur toe? Daar is hij op de boom. Let's go. Ja, Ren maar. Waar de fuck zijn jullie? Offen. Ja, fijn. Ga je golden apples maar eten. Ik ben achter hem aan het rennen. Ik ben rennen op bomen, jongen. Ik snap echt niet waar de fuck jullie zijn. Yuki, het heeft geen nut. We zijn nu al net... Oh, kut. Het heeft wel nut, Yuki. Kijk, ik ben alleen. Ja, maar het maakt niet uit. Ik overleef deze shit. Ga toch naar het water. Ga toch naar het puur. Kom maar. Ik snap. Hij zit hier in het water. Zijn jullie achter me? Ja, dit wordt leuk. Oh, jullie hebben ook een bol. Ik kan niet zwemmen. Ah, je gaat toch... Ik zag gewoon nu ziet niet. Waar ben je, Yuki? Wow. Skypo en Yuki zijn in een achtervolging beland. En Ruby helpt Skypo met deze achtervolging. Oh, wie heeft hier gekillt? Oh, Ruby heeft Excellentos gekillt. Yuki. Die nemen altijd mee. De achtervolging heeft een grote turn gekregen. Daan en Colin zagen het fout, maar Excellentis heeft 1 van de 2 Rubies gekillt. Deze fight is nog lang niet afgelopen. Jeet, ik ben dood. We zijn zo hard. Dood. Natuurlijk niet. Skypo, kom anders even gaan met Tom. Fucky, jongen. Denk jij? Sukkel. Ja, klopt. We zitten op een enorm hoge berg. En dit is in ons geval heel handig qua defense en leuke traps. Ik ben geen oorlogspersoon, maar ik ben er niet blij mee dat ze ons gewoon geambushed hebben for no reason. Dus daar gaan ze nog wel wat van horen. Ja, dat was Yeti was dat volgens mij, hè? Ja, klopt. Ja, daar moeten we nog een beschuitje mee eten. Wow, de spanning loopt hoog op tussen teams. Nu de oorlog even stil is tussen de red teams en excellent is, lopen de spanningen juist op tussen de Wardens en Yetis. Er is echter iets wat ik jou, de kijker, niet heb verteld. Ieder team heeft de technologie om hun eigen set armor te maken. Bijvoorbeeld de Yetis kunnen snow armor maken.
Zo kunnen teams meer als een unieke groep opvallen tussen alle anderen. Ik wou nu net een diamond. Ik heb nu net een diamond helmpje gemaakt. En ik ga dan een snow helmpje worden. Staan we dan? Hoppa. Heb screenshotje nemen. Het is oorlog. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe dat duimpje omhoog en vergeet zeker niet te abonneren op dit kanaal. Zodat je deze Minecraft samenleving serie niet mist. Ik zie jou de volgende keer weer terug. Tot de volgende. In de graf. Ciao.